ieder kind wil opgroeien. Ieder kind volgt daarbij zijn eigen pad. Een eigen pad waarbij het kind op zijn manier uiteindelijk volwassenheid probeert te bereiken. Een eigen pad die helaas niet altijd geaccepteerd wordt. Een eigen pad die wordt vernietigd door hetgene om zich heen. Dood, niemand mag jou. Wat de fuck ben jij? Jij bent lelijk. Lelijker? Je bent raar. Je hoort er niet bij. Ik word al mijn hele leven gepest. Ze lachen me vaak uit, zeggen vernederende woorden tegen me. En blijf erop hameren dat ik te zachtjes praat. Ook om mijn haarkleur word ik gepest. Alles lijkt wel niet goed aan mij. Er zijn dagen dat ik het niet meer volhoud en dat ik weg wil. Ik wil vluchten van wat me overkomt. Iedere dag herhaalt het zich, iedere keer opnieuw. Op school ben ik constant in spanning. Iedere dag wacht ik af en hoop ik dat het stopt, maar helaas blijft het doorgaan. Niemand zal me toch missen als ik weg ben. Ik ben psychisch hard toegetakeld en vaak heb ik eruit gedacht om mijn leven te beëindigen. Maar het zijn die kleine dingen die me door laten gaan met het leven. Desondanks ik vaak verdrietig en vernederend thuis kom van school, vind ik mijn plezier in de contacten die ik buiten school om heb. Alleen dan spreek ik me uit en laat ik zien wie ik echt ben. Een vrolijk, luidruchtig en spraakzaam meisje. En nog steeds kijk ik uit naar de dag dat deze hel ophoudt.
Nou ja, ik was dik, dus dat pakken ze altijd op. En ja, ik reageerde anders en al die zooi, en dat pakken ze altijd op. Je creëert zowel angst en ja, vluchten. Je wilt gewoon weg. Ja, als je jezelf opsluit, dus dan is er verder niemand. Ja, ja, er gaat er wel van alles door je heen. Nou, je voelt je ook machteloos, want wat kun je er tegen doen? En ja, want je moet wel naar school, dus je kunt ook niet vluchten of iets. En dat je terugslaat of wat dan ook, dan ben je zelf ook wel fout. Ja, na een tijdje dan weet je wel van, ja, als ik blijf reageren, dan vinden ze het leuk. Als ik ze negeer en er niks van aantrek, of in ieder geval laat zien dat ik er niks van aantrek, dan houden ze uiteindelijk toch op. Omdat ze gewoon weten dat ze fout bezig zijn. Maar als je, ja, als je niks meemaakt in je leven van zoiets, dan weet je ook gewoon, ja, als er dan eindelijk iets goeds gebeurt, dan betekent dat wel meer voor je. Gepest worden is een gevecht. Een gevecht wat zich iedere dag herhaalt. Een gevecht wat je niet kan winnen. Een gevecht waarbij je alleen maar probeert stand te houden totdat het stopt. Ja, ik was een heel rustig en inderdaad wel verlegen kind. En absoluut niet eentje die de voorgrond optrad. En ja, toch wel in mijn eigen wereldje leefde, zeg maar. Dat zo'n kind was ik wel. Heel gevoelig ook. Nou, het resultaat van het pesten, het gevoel wat ik heb overgehouden aan dat pesten dus, is toch wel in één woord te zeggen, onzeker zijn over je totale zijn. En daar hoort een stukje lichaam bij en daar hoort een stukje gedrag bij, maar ook heel veel geestelijk. Dus eigenlijk altijd willen weten van anderen of ze je wel aardig vinden, of je het wel goed doet. Dat gevoel van toch wel altijd willen peilen, vooral als je net mensen nieuw ontmoet en je kent ze wat langer, dat je toch je altijd blijft afvragen, hoe kom ik over, vinden ze me wel aardig. Dat is wel stukken minder hoor, want nou heb ik zoiets van, nou als ik ben mezelf en als iemand mij niet aardig vindt, nou ja, dat is pech. Maar dat blijft altijd achter in je hoofd aanwezig. Dus dat onzekere gevoel. Nou, mocht ik dus de hulpverlener worden die ik graag wil worden, dan wil ik een kind dus eigenlijk begeleiden op zijn pad naar volwassenheid of zijn levenspad, hoe je het maar noemen wil. Om te leren omgaan met de dingen die hij tegenkomt. Inderdaad zijn passie volgen. Dat is wat ik een kind zou willen leren. Ja, en daarmee om te gaan. Maar uiteindelijk zal hij of zij dat wel zelf moeten invullen. Ik kan hem niet helemaal wegstuffen, want ik ben ervan overtuigd dat je gewoon dingen ook moet meemaken als mens.